Er is vannacht een leiding gesprongen, uit elkaar geschoven. Het is een oude verbinding. We zijn bezig met voorbereidingen voor een grootschalige sanering van de waterleiding in verband met de reconstructie van de Grote Straat. Dus gisteren hebben we al wat voorbereidingen getroffen en vanmorgen is de leiding uit elkaar gekomen in verband met een oude verbinding die niet zichtbaar was. En helaas is er uit elkaar gekomen. 90 huishoudens zaten zonder water en ook zwembad Het Ravijn had geen waterdruk. Veel water in de baden, maar geen water in de sanitaire groepen. Dus we hebben geen douche- en toiletgelegenheid voor al onze gasten. Dus onhandig. Ook onze horeca die heeft natuurlijk geen druk op de leiding, dus we hebben ook daar geen voorziening vandaag. Of in ieder geval vanochtend. We hopen dat het snel verholpen is en dan was het een tijdelijk probleem, maar wel heel onhandig.